Welkom bij Zie je Kamerplant. Vandaag gaan we deze plant verpotten. Je ziet, het is hard nodig. Dat doe je door eerst de grond, de pot eraf te halen. Ik verpot hem zeg maar 2 dagen voordat hij water moet hebben. Dus dan zie je dat hij nog wel lichtvochtig is, maar ik krijg hem wel makkelijk uit de pot vandaan. Je ziet goed dat hij echt helemaal doorworteld is, maar nog niet helemaal. Deze wortels die komen straks gewoon netjes weer in de pot. Ik rul hem niet, zeg maar. Dit haal ik er wel een beetje vanaf. Maar ik laat de wortels niet scheuren. Dat laat hem maar lekker rustig in zijn nieuwe grond verder groeien. Dan heb ik hier 2 hoopjes. Eentje, dit is gewone potgrond. Ik weet niet of je het kan zien. Die is wat dikker. En als je dit fijn knijpt, dan blijft die echt tot een soort kluit. En als je dan gewoon palmenpotgrond hebt, zie je dat dat wat losser is. Er zit wat meer zand in, hier uit de grond. En daarom gebruik je palmenpotgrond omdat de structuur meer gebaseerd is op de oorspronkelijke natuur van waar de palm vandaan komt. Waar het meeste dichtbij komt als het ware. Dan groeit hij en doet hij het best. De voedingsstoffen van de palm zitten er ook lekker in. Ik doe eerst een beetje aarde, palmenpotgrond, ietsje dieper, zo, en dan hou ik hem bij elkaar en dan vervolgens pot je hem op. De pot waar hij uitkomt, dit is een 21 centimeter en dit is een 24 centimeter. Verpot met je planten altijd 1 à 2 centimeter groter. Dan groeit hij het rustigste door. En een mooie model ook, zeg maar. Als je hem in één keer in een gigantisch grote pot stopt, dat kan wel. Op zich groeit hij dan ook wel. Maar sommige planten kunnen zo snel groeien dat ze eigenlijk het hele model kwijt zijn. En daarom zeg ik altijd, verpot hem in gewoon 1 of 2 maatjes groter en niet meer. En verpot hem wanneer de wortels eronder vandaan komen. Het is maart, het is het voorjaar. Dan komen ze lekker uit de rustperiode. En dan willen ze weer lekker gaan groeien. Je ziet ook hier een nieuwe stengel komen. Hier een nieuwe stengel. En dan kan hij lekker rustig in de nieuwe aarde met lekker wat voeding. Kan hij zijn eigen settelen. Hetzelfde als met wij met mensen. Kinderen die groeien als is gigantisch. En het lijkt wel of het in het voorjaar nog meer groeit dan in de winter. Maar ja, dat kan ik aan mij liggen. En dan gaan we weer frisse nieuwe kleren kopen. Nou ja, hetzelfde geldt voor de planten. Even lekker fris het voorjaar in. En dan kunnen we weer voort. Nou, helaas past mijn sierpot past niet meer. En daar heb ik straks gewoon een mooie emmer voor dat hij er straks in gaat. Dat ik hem gewoon weer goed in de gaten kan houden met water geven. Als er een laagje water onder in de pot zit, overtollige water weggieten en geen water geven. En als ik hem optil, kijk, de bladeren wegen niks. De potgrond weegt des te meer als hij vochtig is. Dus dan sla je hem over. Of je doet de test met de satéprikker natuurlijk. Nou, hij is weer helemaal fris en fruitig voor het nieuwe seizoen. Dus denk erom, nu is het seizoen om je planten te verpotten. In maart, april kan ook nog. En dan kunnen ze fris het voorjaar in. Veel plezier met je planten. En hou je, als je ze op tijd verpot, dan hou je ze sterker. En meer resistent tegen ziektes of holluis of topluis. Vooral oudere planten vinden dat fijn. Stel dat je zegt van nou, ik wil ze eigenlijk niet verpotten, maar een beetje nieuwe aarde erop kan geen kwaad. Dat kan ook. Dan ververs je gewoon alleen de aarde. Als je denkt de wortels komen er nu niet onderuit, maar hij is toch wel een beetje zielig. Nou, dit zover hier. En tot ziens bij Zie je Kamerplant.